Oké, dankjewel. Gezien de tijd wil ik eigenlijk verder gaan met de tweede presentatie ervaringen. We kunnen zo meteen even doordiscussiëren. Stefan, dan ga jij even starten. Ik kom aan vanuit de Giro en ga iets vertellen over zijn ervaringen binnen het waterschap in ieder geval. Dank Guido. Ik heb u tegenstelling tot sneller geen speedbriefje, maar een boek. Maar ik ga het niet helemaal voorlezen. Hier is je. Mondje. Ja, prima. Nico Maat, Waterschap Rivierenland. Ik ben hier projectleider bij het team baggeren. 15 collega's houden wij ons alleen maar bezig met baggerwerken. En de baggervolumebepaling is daar een hot item in. Ervaring. Wij zijn nadrukkelijk betrokken geweest bij het opstellen van de richtlijn. Ervaring met het gebruik van de richtlijn hebben we nog nauwelijks. De werken die op dit moment in uitvoering zijn, die zijn nog op een andere manier verwerkt. De werken die we nu aan het voorbereiden zijn, die gaan we met de richtlijn erbij gebruiken. Dat doen we op een andere. En dat hebben we gesplitst in twee fases. We hebben een pre-contractuele fase en een contractuele fase. Ik denk dat ik aan jouw vraag wel tegemoet kan komen zometeen. Nou, de pre-contractuele fase. Wat doen we daarin? Er is een projectleider die begint met het opstellen van een meetplan. Het doel van het baggerwerk. Wat gaan we doen? Wat moet er gedaan worden? Die schrijft op hoe we het gaan doen. Vervolgens worden er door een adviesbureau of medewerkers van het waterschap zelf profielmetingen gedaan. Die doen we niet op de hard-op-hard afstand zoals de richtlijn die voorschrijft. Laten we zeggen, bagger waar we van weten dat die wordt afgevoerd, die wordt volgens de richtlijn op 50 of zelfs op 25 meter hard-op-hard gemeten. Dat doen wij niet omdat we vanuit, ook vanuit de richtlijn destijds hebben gezien dat er, als je een project hebt met veel profielen erin, het voor het totale volume niet eens zo heel veel uitmaakt of je nu om de 50, de 100 of 200 meter of zelfs nog ruimer meet. Nou, vanuit die eerste meting krijgen we de besteksvolumes. Die besteksvolumes die gaan we weer vertalen naar de besteksposten, meestal in RW bestekken, op basis van de kubus per meter, de bereikbaarheid, de kwaliteit, de bestemming, heel belangrijk. Nou, dit heb ik eigenlijk net al verteld, dus we meten, wacht even, zien jullie niet wat ik wil. We meten dus ruimer dan de richtlijn aangeeft, maar in ieder geval 3 tot 5 profielen per kilometer. Die gebruiken we ook om de legger mee te vullen. Ze hebben eigenlijk een dubbel doel op deze manier. Om toch een beetje zeker te zijn dat we het zelf ook goed doen, of dat het adviesbureau het voor ons goed doet, controleren we onszelf eerst. Dan gaan we dus nog een keer het veld in en een aantal profielen, 20 tot 25% van het totale volume, gaan we nog een keer opnieuw meten. En die metingen die brengen we in relatie tot de eerdere meting. Ja, en daar moet toch een vergelijk uitkomen binnen een aantal procenten afwijking van het totale volume. Nou, dan denken we, als we daaruit zijn met elkaar, dat we een volume hebben waarmee we het bestek in kunnen. En dan komen we in de contractuele fase. Dan komt de aannemer erbij. Nou, gebruikelijk is, wij deden dat al langer, maar zometeen in de nieuwe RW-systematiek voor kleinschalig baggerwerken wordt bijna standaard, wordt er een bestekspost controle van het volume opgenomen. Nou, en dan, op dat moment gaan we conform de richtlijn qua hard-op-hard afstanden werken. Dus dan gaan we het dichter op elkaar meten. We weten dan ook precies wat we met die bagger gaan doen. Wordt die op de kant gezet? Wordt die afgevoerd? Kwaliteit weten we. Dus dan gaan we heel veel profielen, meestal eerst door de aannemer, laten meten. Eigenlijk controleert hij daarmee het volume wat we in de voorfase hebben bepaald.
Nou, dan heeft de aannemer opnieuw gemeten. Die heeft dan honderden profielen. Nou, dan een beetje. Ja, heeft die gemeten. En dan komen we op het punt van, ja, dan moeten we het eens zien te worden. Voor het werk, niet tijdens het werk. Die problemen die net genoemd werden om tijdens het werk problemen te krijgen, die moet je daar niet meer over hebben. Dus, nou, ervan uitgaande dat wij goed hebben gemeten, en de aannemer meet ook. Nou, het zal nooit precies hetzelfde zijn. Dan komen we tot het punt, nou, mogelijkheid 1 is, we komen eruit. Noem maar iets, bestekvolume zegt 100.000 kuub. We hebben nog eens, de aannemer heeft gemeten, komt tot 105.000. Nou, dan komen we er vast wel uit. Wat je wel kan krijgen, is dat je op bestekspostniveau verschuivingen krijgt. Dat komt omdat je dan, doordat je exacter gaat meten, bijvoorbeeld in heterogene watergangen, dat je iets, bijvoorbeeld aan je bestekspost gaat waar je op 1 tot 3 kuub per meter zat. Dat had wel een volume van 50.000 kuub. Het kan best zijn dat dat 45.000 kuub wordt. En die andere 5.000 kuub, die schuift naar een categorie daarboven of daaronder. Dat is nou eenmaal de consequentie daaruit. Het kan ook zijn dat je er niet uitkomt. Nou ja, dan kom je in een vergelijk terecht. Waar zit het probleem? De aannemer zal met zijn gegevens ons moeten overtuigen. Of wij moeten hem overtuigen. Het is alleen niet zo dat hij met een boekje kan komen van, nou, ik vind dat het zo is. Hij zal ook met bewijzen moeten komen. Eigenlijk komen wij er altijd uit. Waarbij ik wel zeg, het is niet zo dat het volume wat wij in eerste instantie gemeten hebben altijd goed is. Het is wel eens wat meer, maar ook wel eens wat minder. Nou, in grote lijnen is dat hoe het proces zoals Rivierenland dat op dit moment doet of gaat doen. Zijn daar vragen? Ja, meerdere. Zal ik lopen met de microfoon? Ja. Nico, jij zegt daarvoor en daarna controle meten uit en dan kan je dus kijken of de volume die in de stekker bedoelt of dat, of je daarmee instemt als aannemer. Maar eigenlijk, als je hele grote stappen neemt, zo'n 3 of 4 kilometer, is het niet zo ver. Dan ben je in één stand, komt het tussenin 10%. Maar over het hele gebied zal de marge nog kleiner zijn. En dan eigenlijk zou je dan willen dat je dan gezamenlijk inpeilt. En dat is het volume. En dat kan afwijken, maar dan ben je ook meteen samen eruit wat het volume is. En nu is het, zoals je het nu bedacht, is het eigenlijk controle. Ja. Aannemen doet controle en die komt met iets. Dan heb je eigenlijk maar twee mogelijkheden. Of het komt weer en hij komt, of het is minder en je betaalt. Mm. Samenmeten in plaats van detailmeten die aan te controleren. Ja, dat is een goed punt. Wij hebben dat ook wel eens geprobeerd om het samen te doen met de aannemer. Maar in de praktijk lukt dat gewoon niet. Op een of andere manier is dat niet goed te managen met elkaar. De aannemer die wil werken van 's morgens licht tot 's avonds donker. Wij moeten toch iets later beginnen en wat vroeger naar huis. Het tempo van de aannemer is. De praktijk is gewoon dat op werken waar je met 1000 profielen te maken hebt, ik wil niet zeggen dat het een paar dagen werk is, dat moeilijk gaat. Echt moeilijk gaat. Ja, ik zeg het even. Ik zeg het nu gezamenlijk, maar je kan het ook zeggen, de aannemer doet de inpijling, of je er nou bij wil zijn of niet. Maar dat is dan het vertrekpunt van je bestek, van je uitvoering. En dan kan je met veel minder profielen je bestek maken. Met de kanttekening dat je een budget nog wat plus en min in moet hebben. En dan is het vertrekpunt van de aannemer meet in. En dat is het dan, of je erbij bent of niet. En dat is dan de basis van verrekenen. En dan heb je denk ik geen discussie meer. Dan krijg je een aannemer. Dan moet het wel. Reacties hierop uit de zaal? Nico misschien nog? Ja. Ja, Fred, zelfs al ben je erbij, hè, dan nog, hè, de puppy power, die bepaalt uiteindelijk tot waar die stok terechtkomt. Dus ja, het is of het samen doen, dat zou kunnen, maar dat hebben wij geprobeerd. Dat werkt gewoon in de praktijk niet. Niet op grote werken, laat ik het zo zeggen. Zo met een meneer. Ah, waar ik hem ben. Bouwmeester, Vins Bachelijk, ook een aannemer. Meneer Leijnen hier was. Om terug
vragen, de stelling die je zojuist heeft gezegd, dat wij hebben er ook heel veel mee te maken. Dat wij in ieder geval verschillen hebben met de hoeveelheden die in de stad staan. Een controlemeting daarop hebben wij in heel veel gevallen ook wel gedaan. In een aantal gevallen was het wel goed en in een aantal gevallen was het niet goed. Wij laten altijd toch wel, tenminste proberen we in ieder geval wel, dat we dat door een onafhankelijk bureau laten doen. Het onafhankelijk bureau komt dan met zijn controle. Zijn er afwijkingen, dan wordt direct de directie daarvan op de hoogte gesteld en worden er als afwijkingen groot zijn, wordt opnieuw gepeild. De opdrachtnemer is daar niet altijd even blij mee, want die wil graag beginnen. Dus daar zitten we mee. Plus dat een controle, en dat heb ik al even aangegeven bij de Rivierland, en bij andere opdrachtgevers maken we dat ook mee, dat er meer dan 1000 profielen zijn. Als je nu gemiddeld neemt dat je 25 profielen op een dag nauwkeurig gaat doen, afhankelijk van de breedte en van het soort daarvan, dan ben je toch een aardig stukje onderweg met je te werken periode. Daar zal denk ik ook nog een oplossing voor moeten komen. Maar een onafhankelijk bureau en dan nog één opmerking. Als jullie twee tot drie peilingen of drie tot vijf peilingen per kilometer doen, en dan moet je volgens de richtlijnen in één keer weer gaan inpeilen. Dan gaan we dat oplossen. Vind je het nou begrijpelijk? Ga jij de laatste vraag? Ja, het is opgelost, maar kom maar. Ja, het is. Jij hebt misschien niet genoeg vertrouwen in 3 tot 5 profielen per kilometer, maar daar heb ik wel vertrouwen in, want dat vind ik voldoende voor het besteksvolume. De praktijk is, als je 1000 profielen hebt en je gaat er om profiel random eentje uitgooien, je zal zien dat het besteksvolume pas mank gaat lopen als je bij 400 meter terechtkomt. Dus ja, hangt af van de watergang. Maar zelfs meanderende watergangen of heterogene, binnenbochten, buitenbochten, om en om gooit ze er maar uit. Je moet wel enige omvang van je werk hebben. Als je met 10 profielen gaat het gelijk fout. Maar met 1000 profielen gaat het heel lang goed. En daar maken wij gebruik van. Want waarom zou je 2 keer het wiel uitvinden terwijl de ander het toch gaat controleren? Dat is eigenlijk het verhaal erachter. Ja? En een onafhankelijk bureau, Nico, heb je daar, doen jullie dat wel eens bij Rivierenland? Ja, onafhankelijke bureaus bestaan natuurlijk niet. Want wie bepaalt, betaalt. En andersom, hè? Dus het zal altijd zo zijn dat degene die betaalt, de invloed heeft op. Onafhankelijk bureau die volgens de richtlijn werkt. Een onafhankelijk bureau die volgens de richtlijn werkt, zegt hij meneer. Oké. Dat niet mis. Ik weet toch wel welk bureau jij bedoelt en dat is een. Een goed bureau. Maar het blijft toch een probleem daarin. De richtlijn zal er wel verbetering in gaan brengen hoor. Maar in ieder geval op dezelfde manier meten zoals wij gemeten hebben. Het meetplan, dat geeft al een beter uitgangspunt. Hè? Dus niet zo dat wij met een deur meten en jullie met een puntje. Hè? Dat is een groot verschil. Oké. Alsjeblieft. Oké, dankjewel. Meer vragen voor Nico? Ja, er zijn nog wel vragen. O jee. Oh ja, jij ook nog. Ja. Ten aanzien van de controlemeting, dat vind ik een hele mooie methodiek, waarbij je intern als het ware een soort kwaliteitsboring doet. Dat je zegt 20-25% gaan door een onafhankelijk bureau, of in ieder geval een ander bureau, opnieuw meten. Kijken of daar een vergelijkbaar resultaat uitkomt, dat profiel gewoon. Vervolgens gaat de aannemer aan de slag, en er zijn heel veel profielen die dan gemeten moeten worden om te kijken, zeg maar. Is dat besteksvolume conform wat zeg maar op basis van de eerste aannames tot stand is gekomen? Nou, dan kun je tot een afwijking komen. Dat kan zijn op het totale volume of op onderdelen, dus ook op verschillende kwaliteiten. En dan vraag ik me af van ligt dan de oplossing er misschien in dat je dat als het ware ja, stapsgewijs doet, dus bij wijze van spreken eerst de kwaliteit van de profielen die er al liggen beoordeelt, voordat je naar een intensievere meting gaat die je vastlegt. Waarmee in ieder geval de hele intensieve
inspanning hè, en de hoge discussie daarover ook kunt voorkomen. Ja, het zou kunnen dat dat een oplossing is, alleen de RW-systematiek gaat er zometeen niet vanuit, hoor. Dat wordt echt een controlepeiling van de aannemer van de bestekvolumes. Ja, als partijen daaruit komen dat dat voldoende is, ja, dan hoef je wellicht niet verder te gaan. Ja. Nou, is volgens mij niet zo'n aanzoek, denk ik. Of dat, Walter, jij bent vaak aanwezig geweest bij de RW-vergaderingen, weet ik. Dat klopt, ja. Wil je er wat over zeggen? Ik kan er niets over zeggen, ja. Kijk, de aannemer krijgt inderdaad moet een voldoende gelegenheid krijgen om vast te stellen of datgene wat wordt voorgesteld of klopt, dat is helemaal juist. Maar gewoon de discussie die je in de praktijk kunt krijgen, dat aan de ene kant kan het zijn van de profielen die er zijn, reden tot discussie. Dus die profielen, zeg maar, die 3 tot 5 per kilometer, geven die reden tot discussie. Of ontstaat er pas discussie op het moment dat je een aantal profielen per kilometer gaat toevoegen. Dus dat je uiteindelijk ten behoeve van je uitvoering, en dat alle hoeveelheden, zeg maar, op allerlei fronten verrekend moeten worden. Dat je daar verschil van inzicht in krijgt. Dan kun je het in ieder geval van elkaar splitsen, wat wellicht de discussie wat eenvoudiger maakt. Extensief gepeild, dat probleem opleveren of dan daarna als je intensief gaat. Of toevoeging? Ja, dat kan een methode zijn. Oké. Ja. Kan een methode zijn. Meer vragen? Ja, wat? O jee, en Hans. Wat ik van jou weet is de fase die jij beschrijft, hoe lang duurt dat? Ja, de pre-contractuele fase, dus de bestekfase feitelijk daar voor de werken die we volgend jaar september in uitvoering nemen, laten nemen, daar gaan we nu, op dit moment, komende maanden de profielmetingen voor doen. De kwaliteit is al bepaald. We weten ook wat we met die bagger gaan doen, of dit bekant kan, of dat die afgevoerd moet worden, of dat het hydraulisch verwerkt moet gaan worden, dus dat weten we allemaal al. En de metingen worden nu uitgevoerd, de komende maanden. Ja. En in de contractuele fase, we besteden aan het werk wat we nu voorbereiden, april, mei, gunning net voor de bouwvakvakantie, en na de bouwvakvakantie vinden dan de eerste metingen plaats. En wat de bouwmeester zegt, als je 1000 profielen moet nemen, dan ben je wel even bezig. Nou, hoeft dat niet zo te zijn dat je natuurlijk die allemaal gedaan hebt en dan pas je baggerwerk aan starten. Nou, het is wel veel werk. Hans. Laatste vraag, Hans. Hans Rijhuis, mijn naam. Nico, waarom leggen jullie de verplichting om volgens de richtlijn te meten bij de aannemer neer? En waarom doen jullie dat niet zelf? Ja, het voelt misschien alsof we de aannemer iets opleggen, maar wij willen gewoon zelf dat er volgens de richtlijn gewerkt wordt. Alleen het heeft geen nut om 2 keer hetzelfde kunstje te doen. Dat is 2 keer 1000 profielen meten. Dat heeft gewoon geen nut naar onze mening. Daarom meten we eerst extensiever en vervolgens zeggen we het werkelijk besteksvolume bepalen we aan de hand van de richtlijn. En voornamelijk de hard-op-hard afstand, dat is het enige wat wijzigt. Hè? Maar de aannemer zal ook kiezen om het zelf minder intensief te controleren. Ja, nee, maar we schrijven gewoon voor dat hij dus het hele werk moet peilen. Dat willen wij ook. Die peilingen gebruiken wij ook weer voor andere doeleinden. Dus waarom zou je minder peilen trouwens, hè? Je zegt voor de contractuele fase excessief, en dan, ja. Want daarna ga je nog een keer helemaal intensief meten. Ja. En dat levert niet, dat gaf je ook aan, niet vaak aanleiding tot grote verrekeningen van nee. De stekvervulling. Nee. Daar schrijft de aannemer in, ja. Daar rekent hij een beetje op. Ja. Dus dat levert niet vaak grote verrekeningen. Nou, de allerlaatste vraag. Wie peilt er uit? Wie peilt er uit? Och. Ja, nou,
MV-criteria kennen jullie allemaal inmiddels in. Wij werken al heel lang met MV-criteria voor baggerwerk. En één MV-criteria wat wij de aannemer geven is... Toon zelf aan, aan de hand van peilingen, dat je je werk goed gedaan hebt. Dus, en bijna alle aannemers kiezen ervoor om dat te doen. Het lukt niet altijd even zo goed, moet ik eerlijk zeggen. Maar goed, uiteindelijk gaat het best wel een keer lukken. Maar de aannemer peilt uit. En wij controleren random. En ja, aan de hand van onze bevindingen gaan we intensiever of extensiever hem controleren. Ja. Ook, hij meet ook weer in op de plekken. Of hij meet uit op de plekken waar hij heeft ingemeten. Dus laten we zeggen, hij heeft om de 100 meter moeten peilen. Dan moet hij op dezelfde plek weer uitpeiling brengen. Als je iets harder praat, volgens mij is het gelijk. Ja. Oh, nee. Oké. Nou, ja, dat kan net zo goed of slecht zijn, maar hij heeft wel voor wat het waard is, een vaste bodem ingemeten. En die staat in het profiel. Dus hij zal zijn resultaat aan dat profiel moeten toetsen. Je meet ook weer door wat er nog bij ja, is. Precies. En dat moet binnen de tolerantie vallen. Ja. Hij meet door, wij controleren hem. Ja. Oké. Alsjeblieft. Dankjewel, Nico. Dankjewel.